welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een beetje een ander soort video, want ik heb een What I Eat in a Day video. Het is nou nog vroeg, het is 9:15. Focus. Ja, 9:15. Ik ben echt een ochtendpersoon, dus ik ben altijd vroeg wakker. Als mijn haar een beetje veel glanst, ik heb olie in mijn haar gelaten de hele nacht. Dus vandaar, ik moet nog in de douche alles. Ik ben echt letterlijk net wakker. Ik ga dus vandaag een What I Eat in a Day doen, dus wat ik de hele dag eet. Maar het is wel een beetje anders, want het is een dieetversie. Dus dit is geen normale persoon dag What I Eat video, maar echt iemand die echt op dieet is. Ik denk dat een heleboel het al wel weten onderhand, maar er kunnen ook weer mensen nieuw zijn. Ik ben op dieet, ik wil 20 kilo afvallen. Ik ben al 7 kilo afgevallen, dus ik heb nog 13 kilo te gaan. En ik volg niet echt een specifiek dieet, omdat ik daar toch altijd wel slechte ervaringen mee heb gehad. Want ja, daarna kom ik gewoon weer aan als ik weer normaal ga eten. Dus ik volg gewoon een beetje een calorieën dieet, waarin ik gewoon minder calorieën eet dan dat ik verbruik. Dus ik verbruik gewoon meer calorieën. En dat leek mij de meest gezonde en meest natuurlijke manier van afvallen, zonder dat je straks weer ineens drastisch anders gaat eten. Want hoe ik nou eet is letterlijk gewoon ook hoe ik altijd eet, alleen een stuk minder. Dus dat is het enige verschil. Ik heb een app die heet MyFitnessPal. Deze app hier. En daarin hou ik bij hoeveel ik de hele dag eet. Ik moet dat gewoon heel tijd invoeren. En die app vertelt mij ook wat ik mag eten per dag. En dat is 1200 calorieën. Er zullen misschien nog veel mensen zijn die denken, oh, 1200 calorieën. Dat is wel heel weinig. Alleen de app vraagt jou van tevoren wat voor baan je hebt. Dus hoeveel je beweegt. Bijvoorbeeld een kantoorbaan. Beweeg je een beetje. Sta je in de winkel. Beweeg je heel veel. Ik heb gewoon ingevoerd dat ik niet werk. Ik werk wel, ik maak video's, dat is mijn werk. Maar ik beweeg ongeveer evenveel als iemand die gewoon niet werkt. Omdat mijn werk dus gewoon in huis is en ik zit de hele tijd en zo. En dan mag je maar 1200 calorieën eten. Het houdt ook bij hoeveel vetten ik mag, hoeveel gram vetten. Bijvoorbeeld koolhydraten mag ik maar 150 gram, vetten 40 gram, suiker 45 gram. Dat houdt je allemaal bij in zo'n schemaatje. Dus op die manier hou ik bij hoeveel ik eet per dag. Dat is even een hele snelle uitleg van mijn dieet. Ik ga ook nog een hele volledige video maken over mijn dieet, wat ik allemaal doe en dat soort dingen. Maar dat doe ik pas wanneer ik mijn streefgewicht heb behaald. Dus we hebben nog 13 kilo te gaan. En ik ben 7 kilo afgevallen in 6 weken zonder echt heel veel moeite. In ieder geval, dit wilde ik even hebben verteld, zodat je weet waarom ik dus eet, wat ik eet en de hoeveelheden. Zoals ik net liet zien, het is dus nou 9:15. Het is ochtend. Ik ontbijt niet. En er zullen nou ook weer mensen in de stress raken. Sarah, ontbijt is belangrijk. Ik ontbijt al mijn hele leven niet. Ik heb nooit zin in ontbijt. Ik hoor ook al mijn hele leven dat je echt moet ontbijten, want het is ongezond dit dat. Maar nou bestaat er ineens zoiets als intermittent fasting. Ik breng even in beeld wat het nou precies is. En bij dat hoef je ook niet te ontbijten. Dus nou het ineens intermittent fasting heet, is het ineens goed? Ik heb sowieso nooit problemen ervaren als door mijn ontbijt over te slaan. Dus nou ben ik gewoon aan het intermittent fasting, terwijl ik het niet eens expres doe eigenlijk. Dus ik eet pas om 12 uur. En je ontbijt overslaan helpt natuurlijk ook echt bij het afvallen, omdat je dan gewoon geen calorieën inneemt. Dus dan heb je weer over de hele dag minder calorieën gegeten. Ik ben verder geen voedingsdeskundige, geen dieetdeskundige. Ik doe gewoon ja, wat het beste voelt voor mij. En tot nu toe gaat het al goed. Ik ben al 7 kilo kwijt zonder enige moeite. Dus ja, mijn what eat in a day, mijn ochtend, mijn ontbijt, sla ik dus helemaal over. Als jij nou ook intermittent fasting wilt doen, ik adviseer je echt om niet in de ochtend, de hele ochtend in bed te gaan liggen, films te kijken en zo. Want dan krijg je honger en je gaat dan heel de tijd denken aan eten. Dus wat ik doe, ik vul gewoon mijn hele ochtend met video's maken, editen en dat soort dingen. En dan ben ik letterlijk de hele ochtend afgeleid. En dan ineens, boom, is het 12 uur, is het 1 uur. En dan mag ik iets eten. En vaak heb ik dan niet eens echt honger, maar dan eet ik gewoon wel altijd wel iets. Wat ik ook hier heb is mijn 2 liter water, Balleduc. Er is niet echt een reden dat ik Balleduc haal. De enige reden is dat hun een 2 liter fles hebben en alle anderen hebben dat niet. En ik vind het fijn om gewoon een 2 liter fles te hebben, want ik moet 2 liter water drinken per dag. Mensen, ik haat water. Ik vind water zo vies en ik drink het al 6 weken nou en nog steeds vind ik het vies, maar het maakt niet uit. Ik drink dus 2 liter water per dag om af te vallen, maar 2 liter water per dag drinken is sowieso altijd geadviseerd of je nou wilt afvallen of niet. Het is gewoon gezond. Dus deze fles drink ik op in een dag en ik drink
ik ook altijd vooral veel in de ochtend. Want ja, dan ben ik er ook een beetje snel vanaf. Omdat ik het dus niet echt heel lekker vind. Let wel op dat je dit niet heel veel gaat drinken vlak voordat je weggaat. Want ik moet de hele tijd naar het toilet als ik in één keer best wel veel drink. Dus ja, deze ochtend heb ik niks om te laten zien, want ik ontbijt niet. Ik zie jullie weer bij de lunch. Daar ben ik weer. Ik zie er nou een stuk beter uit dan net. Ik heb 2 YouTube video's gemaakt, dus ik ben helemaal opgemaakt en mijn haartjes leuk gedaan. Ik ben echt nu net klaar met video's maken en het is nou precies 12:02. Kunnen we het zien? Ja. Dus ik mag vanaf 12 uur eten, dus ik mag eten. Nou is het tijd voor lunch. Ik ben altijd heel enthousiast over lunch, want ik heb dan altijd best wel honger. Af en toe niet, maar vaak ook wel. Wat ik eet als lunch hangt er een beetje van af. Het enige waar ik echt veel energie in steek is avondeten. Maar qua lunch en zo, ik wil gewoon altijd quick en makkelijk. Dus ik eet een vla, ik eet een maaltijdshake, ik eet crackers, ik eet een soepje. Het is altijd makkelijk. Ik wil niet lang en veel energie steken in lunch. En het hangt er een beetje vanaf wat ik ga eten in de avond. Als ik al weet dat ik iets ga eten met veel calorieën en zo, dan eet ik gewoon een vlaatje als lunch en dat soort dingen. Dus het verschilt echt best wel. Ik weet toevallig nou dat ik straks iets gezonds ga eten. Dus mijn lunch mag wel iets groter zijn. Dus ik ga voor een soep. De soep die ik ga maken is niet per se super healthy of zo. Mijn dieet is echt heel makkelijk en echt heel makkelijk haalbaar. Omdat ik echt gewoon normaal eten eet en niet te veel al dat hele healthy gezonde eten eet. Maar ik eet gewoon precies genoeg, zodat ik echt blijf in wat mijn app zegt. Dus ik ga vermicelli soep maken. En ik neem jullie met mij mee. Dit is de grootste lunch die ik eet. Dus qua gezond en ongezond is dit de meest ongezonde lunch die ik eet. Maar voor iemand die gewoon niet op dieet is, is dit gewoon gezond. Is. Want het zijn iets van 300 calorieën. En dat is voor mijn dieet iets te veel als lunch. Maar nogmaals, ik ga dus in de avond niet een hele grote calorieënbom eten. Dus vandaar. Dus ik heb best wel zin in mijn soep. Want ik hou van soep. Ik ben echt een persoon. Ik hou echt van soep. Dus laten we de vermicelli soep gaan maken. Hij is ook heel makkelijk te maken. Oké, ik moet voor die soep letterlijk 2 ingrediënten hebben. Waarvan 1 kipbouillon is. Was die toch gewoon op? Moest ik helemaal naar de Jumbo om kipbouillon te halen? Wat een gezeik. Maar goed, ik heb het nou gehaald. Dus ik ga nou naar huis en dan gaan we de soep maken. Ik ben weer thuis. Ondertussen is het alweer 12:30. Ik ga nou beginnen aan mijn basic ass soepje. Dit is dus een vermicelli soep met kipbouillon. En het is super makkelijk te maken. Het enige wat je hoeft te hebben is kipbouillon en vermicelli. Ik heb hem in deze pixie pot. Maar normaal zit het daar niet in. Obvious, mijn moeder heeft hij daarin gedaan. Even kijken. Eerst moet de kipbouillon er gewoon in. Dan wacht ik even totdat het water heet is. Anders moet ik 3 jaar wachten. En dan vul ik de pot 2 keer. Normaal moet het 3 keer. Maar ik doe het 2 keer omdat ik niet heel veel maak. Zo. Dit gaat nu gewoon op het vuur. Dan de vermicelli. Voordat ik op dieet was, pleurde ik er echt altijd superveel vermicelli in. Maar nu ik op dieet ben, mag ik maar 100 gram. Want vermicelli is echt ontzettend veel calorieën. Zo, dit is dan 100 milliliter vermicelli. Milliliter is evenveel als gram. En that's it, jongens. Omdat ik ervan hou, als hij een beetje pittig is, doe ik altijd heel veel peper erin. En met veel bedoel ik echt veel. Want ik vind dat echt lekker. Het moet gewoon zo pittig zijn dat ik gewoon bijna niet meer kan ademhalen. En dan gewoon een beetje roeren. Er hoeft echt absoluut geen zout in. Die fout heb ik al gemaakt. Want de kipbouillon zit best wel veel zout in. Dus dat is echt meer dan genoeg. En nou ga ik gewoon wachten totdat het klaar is. Ik zal ook even mijn app laten zien. Kijk, ontbijt heb ik dus niet op. Dus daar staat niks. Middageten is dus deze soep. Dat is dus 418 calorieën. En dan als ik hier klik, staat er precies hoeveel ik mag van alles en hoeveel ik nou heb opgemaakt. Dus zoals je kunt zien, zitten veel koolhydraten in, maar ik mag 150 gram koolhydraten. En ik denk dat ik met het avondeten daar nog gewoon netjes onder blijf. Dus zo kan ik zien of ik iets mag of niet. En hier houdt hij dan mijn koolhydraten bij. Ik mag nu 1200, 418 opgemaakt. Ik heb vandaag niet gesport of gewandeld. Ik doe ook vaak wandelen en dan komt er hier iets bij. En dan heb ik hier nog 782 over. Terwijl ik wacht is het weer tijd voor wat water. Ik drink echt een 1,5 liter water echt per keer of zo. Want ik wil er echt van af zijn. Ik vind het echt zo goor.
Zo, ik ga even iets anders aandoen, want het is 24 graden en ik draag een hoodie. Oh my god. Oké, mensen, mijn soepje is klaar. Het lijkt heel veel, alleen dat komt gewoon door het water, omdat er heel veel water in zit. Ik drink ook de soep niet helemaal op. Wanneer ik gewoon dit hier, alle vermicelli en de kip en zo op is, dan stop ik ook gewoon met eten. Dus het lijkt veel, maar het valt echt mee. Terwijl ik eet, ga ik Netflixen. Ik ben helemaal into Outlander. Wie kent dit? Ik ben bij seizoen 4. Ik ben dus bijna klaar. I love it. Dit is echt mijn fave serie op het moment. En die ben ik nou aan het kijken. Hallo, waarom is hij aan het beginnen terwijl ik helemaal niet op play heb gedrukt? Ja, en weer terug. Dit is dus de serie die ik op dit moment volg. En ondertussen eet ik mijn lekkere soepje. En dan ben ik klaar met de lunch. Als ik mijn soep op heb, dan mag ik niks meer eten. Ik mag rond ongeveer 3 uur mag ik weer iets van een snack. Als ik daar behoefte aan heb. Maar daar heb ik altijd behoefte aan. En dan rond 5 uur ga ik mijn avondeten eten. En dan daarna mag ik weer een snack. Officieel gezien hangt er vanaf hoeveel calorieën ik nog mag eten, aangezien ik een best wel grote lunch heb genomen. Dus ja, ik zie jullie weer rond 3 uur. Ik ga nou lekker genieten van mijn soepje. Sinds ik op dieet ben, geniet ik extra van eten. Vroeger was het echt zo van, ja, whatever, ik eet heel dag door snoep, chips en dat soort dingen. En dan is het gewoon niet meer speciaal. Maar nou is het dus echt speciaal wanneer ik eet. Dus als ik mijn soepje op heb, dan ga ik editen. En dan rond 3 uur mag ik weer iets eten. En dat ga ik jullie ook weer laten zien, obvious. Dus ik zie jullie straks weer. Ik ben nu net klaar met mijn lunch. Ik wil toch nog even snel terugkomen om te laten zien wat voor lunches ik eigenlijk vaker eet dan deze soep. Omdat deze soep toch best wel machtig is, wil ik toch ook even de andere opties laten zien die ik eigenlijk iets vaker eet. Dus we gaan even naar mijn slaapkamer, want ik heb de luxe dat ik een koelkastje heb in mijn slaapkamer. En daar zit het in, dus ik neem jullie even mee. Oké, wat ik echt het vaakst eet als lunch is deze Optimal Quark 0%. En ik heb de smaak vanille. Je hebt ook andere smaken, maar ik vind vanille het lekkerst. Deze hele bak zit slechts 200 calorieën in. Ook helemaal niet veel vetten, gewoon 0% vet, suikers en zo. Dus dit is echt een hele gezonde lunch. Eet het wel echt als lunch en niet als snack, want voor een snack is hij best wel heftig. Tenminste, als je de hele bak eet. Hier heb ik wat sla ook. Ik heb wat kipfilet. Daarmee maak ik ook vaak wraps. Die zitten hier helemaal onderin verstopt. Hier zo zijn de wraps. Wat slanky kaas. Dus dat zijn ook vaak lunches die ik eet. En ik heb hier een chocolade shake, maaltijd shake. Dit is echt een lunch of ontbijt en geen snack. En wanneer ik echt niet veel honger heb, dan eet ik gewoon deze. En that's it. Het is tijd voor een snack. Woehoe. Ik ben altijd zo enthousiast met snacktijd. Ik was dus aan het editen. Ik zag op de klok dat het echt 5 over 5 is. Ik bedoel 5 over 3, sorry. En dat betekent dat het snacktijd is. En ik heb altijd wel zin in een snack. Je kunt het ook gewoon overslaan, maar ik wil altijd een snack. En ik ben echt een persoon die houdt van snoep en chocola en zo. Maar ja, helaas mag dat nu niet meer. Dus heb ik van Weight Care deze chocolade gezonde snacks. Ze hebben er een heleboel. Er zijn een heleboel dieet snacks die hierop lijken. Ik heb er ook al een heleboel getest. En tot nu toe zijn dit de enige die zowel lekker zijn als laag in calorieën. Een heleboel zijn gewoon echt gewoon niet lekker. Maar een heleboel zijn ook wel lekker, maar hebben een heleboel calorieën. En dan praat ik echt over meer dan 100 calorieën per reep. Dus echt iets van 120, 130, 140 calorieën per reep. En ik wil niet zoveel calorieën consumeren met alleen maar een snack. Dat wil ik echt overhouden voor echt mijn lunch en mijn avondeten en zo. Dus qua snack wil ik het echt heel licht houden. Deze snack is slechts 75 calorieën. Is wel pure chocolade. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt. Ik hou er ook eigenlijk niet van. Ik ben meer van de witte chocola. Maar als je eenmaal op dieet gaat, dan wordt ineens alles lekker. Omdat je niks meer mag eten. Dus ik vind deze echt heel erg lekker. Ze zijn te koop bij de Kruidvat en de Etels en zo. En dit is dan één zo'n snack. En je kunt ze ook gewoon scannen met de app. En dan heb je gewoon een lekker stukje chocola zonder de suiker, vetten en zo. Zo lekker. Hierdoor wordt mijn lust naar snoep en zo echt verlaagd. Dus dit heeft echt nut. I love it. Ik ga nou even dit eten. En dan ook mijn water drinken die erachter staat weer. En dan om 5 uur ga ik eten maken, avondeten. Oh mijn god, mensen. De stroom was uitgevallen in het hele huis. Nu doet een deel van het huis het weer wel en een deel niet. De keuken doet het weer. Dus ik ga snel eten maken voordat die ook weer uitvalt. Het is nou 5 over 5. Tenminste, 4 over 5.
Dus het is tijd voor avondeten. Oké, dit is wat ik vandaag ga maken. Een vrij gezond gerecht. Ik zoek gewoon altijd online naar gerechten en dan maak ik die gewoon na. Ik ben niet echt de beste kok, dus ik kan niet echt iets creëren uit mijn hoofd. Dus ik zoek het gewoon online op en dan staat het recept erbij en dan maak ik die gewoon. Dus dit is het voor vandaag. Het is voor 4 personen, maar ik maak het voor 3, want het is alleen maar ik, mijn moeder en mijn pleegzusje. En slechts 480 calorieën. Oké, dit is dan alles wat we nodig hebben. Handen zijn gewassen. Hier is het ook schoon. Ik weet, alle hygiënische mensen gaan commentaar hebben. Is alles wel schoon? Alles is schoon. En dit moeten we allemaal hebben voor het gerecht die we gaan maken. En Siham gaat mij assisteren. Oh. Zij helpt mij altijd met eten maken. Ik ga stuk. Dan mag jij de uien snijden. Pas op dat je niet gaat huilen. We moeten nou de ui snijden. En die mag dan bij het gehakt. En deze gaan we ook klein snijden. En die mag ook bij het gehakt. En dan mengen we die. En dan maken we van die balletjes. Ik zet het hele recept beneden in de beschrijving. Oké, de stand van zaken. Ik heb de vleesjes allemaal gehalveerd en kleiner gemaakt. Ik heb ze van de spies afgehaald, want ze wilden er niet goed op blijven en ik ben amateur. Ondertussen heb ik de saus gemaakt. Dit is de magere yoghurt met een beetje peterselie en peper. En een salade met komkommer en augurk. En alles staat nou klaar te wachten op de vlees. Ik heb de pita broodjes in dit tosti apparaat gedaan. Ze moesten in de brood roosten, maar omdat net de stroom is uitgevallen, wil ik die niet weer aandoen, omdat die meestal ervoor zorgt dat de stroom uitvalt. Dus we hebben het nou eventjes hierin gedaan. Nou, dit is het dan geworden. Mijn amateur B-versie van wat er online staat. Het enige wat ik heb gedaan, wat ik niet heb laten zien, is dat ik ook gehakte kruiden heb gedaan bij de gehakt. En that's it. Dus nou heb ik een lekker broodje, sausje en een soort van salade. I love it! Nou, dit wordt dan mijn laatste echte eten voor vandaag. Maar ik heb nog calorieën over, dus ik mag nog straks een snack. Dus ik kom weer straks bij jullie terug. Oké. Avondeten is op. Ik heb nog best wel veel calorieën over. Oh, de hele zon schijnt in mijn gezicht. Het is nou 6:55. En ik mag tot 8:00 eten. Vanaf 8:00 mag ik niks meer eten. Dus ik ga nou mijn laatste snack eten. En ik ga een gezonde bananen milkshake maken. Super makkelijk met gewoon banaan en melk. En that's it. Letterlijk het enige wat je hoeft te hebben is een banaan. En magere melk. Ik hou van magere melk. En dan pak ik 250 milliliter. Dat is dit precies. En 1 banaan. En die gaat er in de blender. Zo, de banaan en melk zit erin. Als je het een beetje zoeter wilt maken en toch gezond wilt houden, kun je er wat honing bij doen. En, maar voor mij hoeft dat niet per se, want de banaan is al best wel zoet. En je kunt het in principe gewoon doen met elke fruit. Mango is ook heel lekker zoet, aardbeien, dat soort dingen. Maar ik hou echt van banaan. En dan blenden. Zo, nou is hij goed geblend. Ik blend hem altijd heel erg goed. Want als er iets is wat ik vies vind, is het stukjes in mijn milkshake. Dus het moet gewoon heel goed vloeibaar zijn. Dan heb ik dit ding. Kijk even hoe leuk dit is. Ik heb die gehaald bij de Action voor echt minder dan 1 euro of zoiets. Heel goedkoop. Echt super leuk. En daar doe ik het dan in. En dan heb ik zo mijn lekkere bananenmilkshake. Mensen, dit is echt zo lekker en zo gezond. I love it. Ik merk wel dat ik ben vergeten om ijsklontjes in de milkshake te doen. Dus nu is hij een beetje warm, dus ik ga er even wat melk, wat ijsklontjes in doen. Maar voor de rest is hij helemaal klaar. Dit is dan ook mijn laatste eten, of ja, als je het eten kunt noemen, milkshake drinken voor vandaag. En ik ben nog steeds gewoon onder mijn calorieën gebleven en zo. Dus dat is helemaal top. Die 1 kilo per week gaat er op deze manier zeker van af. Milkshake is iets wat ik vaak maak als snack. Ik heb ook vaak snack tomaatjes, fruit en zo, wat ik eet als snack. Snack of een magere vla met druiven erin, ook heel lekker. Dus dat is een beetje hoe ik het altijd afwissel. Maar dat was het dan voor vandaag. Dat was mijn what I eat in a day. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten en geef mij een dikke vette like. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie allemaal weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!